Even je sneeuw omhoog. Ah, mijn broek! Mijn broek! Oh nee, nu zit het nog verder in mijn onderbroek. Hoi iedereen, leuk jullie weer kijken naar All These Games. Vandaag gaan wij weer lekker rennen als ik All These Games doen. En we zijn vandaag in de sneeuw. En we gaan even nu in de sneeuw. Rennen? 3, 2, 1. Nou jongens, vandaag is het weer de tijd dat wij jullie vragen gaan beantwoorden die we hebben gekregen via Twitter onder de hashtag #SKATG. En dat gaan wij nu lekker doen. Ja, we hebben net jullie vragen lekker gesteld op Twitter. Het begint nu al, ik wist het al dat het ging gebeuren. Jongens, laten we beginnen met de vragen. Als je nou ook ooit een vraag wil stellen, dit keer hebben we dat via Twitter gedaan. En als je ons wil volgen op Twitter, de link is daarvan, staat hier in de beschrijving. Dat is gewoon @bokudo, @helloomroy en @allthesgames. En jongens, wat vinden jullie trouwens van de zon vandaag? Mooi flare. Ik heb de zon vast. We hebben de hemel vast, Roy. Jongens, Bo even Instagram. Tja, ja. We beginnen vandaag met een challenge. Deze is van André Verstappen. Wie kan het langst op een been staan? Oké, komt ie hè. Ga maar klaarstaan, Bo. Oké, jongens, Sam doet ook mee. Ja. Zeg even hoi tegen Sam. Hoi. Goed zo. 3, 2, 1, go. Je been vasthouden, hè? Dat telt. Nee, hand in de zij. Ik glij uit. Ik val weg in de sneeuw. Echt? Ja. Ja. Nou, jij bent zo erg, hè? Ja. Ik sta nog. Ja. Nou, ik vind dat ze hem heeft gewonnen. Yay! Yeah. Nou, het is vandaag Challenge All These Games, want ik heb er nog één van Tom. Ga in de sneeuw rollen. Nee, dat moet ik nog doen trouwens. Ja, Roy had nog beloofd op Twitter. Als er sneeuw lag, ging hij de sneeuw rollen. Ja, nou. En de volgende dag was er sneeuw. Dus jongens, ik ga me even inpakken. Ik doe mijn jas dicht, ik doe mijn capuchon op en dan gaan we even rollen. Oké, jongens, dan gaan we hoor. Here we go. Nou jongens, Sam gaat ook even mee rollen. Oké, jongens, liggen. In 3, positie. 2, 1. Oh, mijn broek. Mijn broek. Het gaat erheen. Het gaat erheen. Het is zo koud. Lekker koud. Oh, het zit in mijn rug. Ah nee. Ah nee. Ja. Oh nee, het zit in mijn onderbroek. Het zit in mijn onderbroek. Oh nee, nu zit het nog verder in mijn onderbroek. Ik doe mijn broek maar uit, Bo. Nou, daar zijn we weer hoor. Oké, en we gaan gelijk verder met een vraag van Cutie Pie. Wat is het hoogste punt van jullie YouTube carrière? Het hoogste punt? Ik denk dat het de gezelligheid is met fans. En dat jullie hier gewoon naar onze YouTube video's kijken elke dag. En dat we tweets krijgen van waar blijft deze video? Ik heb er zoveel zin in, ik wacht er al heel de dag op. En dat het eigenlijk onze baantje is. Ik denk van onze carrière. Dus ik denk dat Parijs nu toe het, hoe noem je dat? Dat was echt gaaf. Het hoogste punt. Dat was echt heel gaaf. Ons eerste buitenlandse tripje. Ja. En ja, dat is denk ik wel het hoogtepunt. Ja, en de ATG-meetings. De ATG-meetings, ja. Dat was ook echt heel erg leuk. Ja. Deze vraag is van Brandy en zij vraagt, wat zijn jullie stopwoordjes op dit moment? Oeh. Ik weet wel één. Ah, ziek hoor. Ah, ziek hoor. En ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Helemaal mooi. En ja, en vieze ding. En dit moet ik allemaal bliepen. Yeah. En wat nog meer? Ja, eigenlijk vroeger zijn we altijd jeetje, mekreetje en goordoek en zo. Dat zeggen we eigenlijk helemaal niet meer. Maar nu zitten we gewoon echt vol op elkaar te schelden achter ons op pc. Ja. Oh ja, en Bo noemen ook altijd heel veel Hans Groeper. Dus dat is het. Ja, deze vraag is van Ninaatje15. Wat hebben jullie gekregen voor kerst? Nou, voor kerst heb ik een casino try-out pakket gekregen. Ik heb drank gekregen. Ik heb een heel lekker luchtje gehad. Ik heb een geurkaars gehad. Nee, dat was het. Nou, en ik heb een Razer Chroma toetsenbord gehad. En nog wat kleine dingetjes van familie en zo. That's it? That's it. Wat hebben jullie voor kerst gehad? Laat eventjes hier in de reacties achter. Deze vraag is van Luca. Welke microfoons hebben jullie tijdens opnames? Ik heb de Blue Spark. En dat is een XLR microfoon. Dat is geen USB microfoon die Bo heeft. Dat zegt ze zo wel. Die had ik daarvoor. Maar die is kapot gegaan. En dat is een XLR microfoon. En het is een heel lekker ding. Het is een oranje, mooie microfoon. En hij heet Blue. Nee, hij heet Spark van het merk Blue. Oh, oké. Nou, ik heb de Samsung C01U. Die hebben heel veel YouTubers, maar die is ook heel prima. Dus ik vind het helemaal mooi. Ja. Deze vraag is weer van Brandy. Hoe gaan jullie het nieuwe jaar vieren? Hoe gaan we het vieren? Nou, jij bent natuurlijk jarig sowieso. Ja, ik ben sowieso jarig. Maar voor de rest, ik denk dat we het gewoon... Ik weet het niet. Nou, wij gaan afspreken op... Oh, je bedoelt hoe je dat echt gaat vieren? Hoe we dat gaan vieren. Oh, ja nee, we gaan even afspreken. Nacht, en we gaan even... Gaan we nog vuurwerk kopen? Oh, dat kunnen we wel even doen. Ah, misschien gaan we nog even wat vuurwerk kopen. Niet te veel, want dat is zonde van je geld. Ja. Maar gewoon lekker chillen. En misschien kunnen we ook die dag wel even gaan vloggen. Want vorig jaar deed ik dat ook met mijn verjaardag. Oh ja. Ja, dat kunnen we wel doen. Ja. Dus we gaan vloggend gaan we het nieuwe jaar in. Precies. Deze vraag is van Jorik Sier. Als jullie samen in Amerika waren, waar in Amerika zou dat zijn en wat zouden jullie daar gaan doen? Nou, ik dacht bij deze vraag gelijk aan ons tripje. Hè? Ja, vertel maar. Wij gaan in februari met ook Sam Wartenwij naar New York. Ja! En dat gaan wij dus in Amerika. Ik heb daar zoveel zin in, hè? Ik heb daar zo ontzettend veel zin in, jongens. Maar weet je wat erg is? Als we het over New York hebben, hebben we het over het eten. Alleen maar. We hebben het alleen maar over het eten. Zo van, we gaan pancakes eten, we gaan ons vet eten, we komen zo terug, echt zo dik. Zo dik komen we terug. Als de kerstman, wat? En dan passen we niet meer in een vliegtuigstoel. Nee, dan moeten we de twee... en dan moeten we maar gaan wonen in Amerika. Ja. We kunnen niet meer naar huis. En dan, ja... Nou, dat dus. Dat is het. Deze vraag is van Wendy en zij vraagt, hoe zien jullie je eigen toekomst voor jullie? Oeh, nou ik hoop dat YouTube gewoon nog lekker doorgaat en dat echt ons een beetje onze fulltime baan wordt. Dat het ons dagelijks bezigheid wordt, net als PewDiePie. Oké, dan niet zo groot, maar wel zo wat hij doet. Gewoon dat hij daar elke dag lekker mee bezig bent. Want het is natuurlijk onze hobby. En van je hobby je baantje maken, nou dat is wel heel erg vet. Wat wil je nog meer in het leven, hè? Nee, precies. Nou, ik weet dat jij nog meer in het leven wilt, een lekkere sneeuwhap in je gezicht. Oh, nu is mijn hand weer koud. Karma! Karma to the max! Deze vraag is van Kelly en zij vraagt: wat is de leukste game die jullie hebben opgenomen voor All These Games? Beyond Two Souls. Voor mij Outlast, ja, het is heel simpel. En, ja, Beyond Two Souls en The Walking Dead eigenlijk. En wat Sam, wat vind jij het leukst? The Walking Dead. The Walking Dead. Nou, kijk eens aan. Deze vraag is van Lea en zij vraagt: hoe vinden jullie het dat er superveel fans zijn die stukken jonger zijn dan jullie eigen leeftijd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het wel gewoon chill zo. Ik vind het eigenlijk wel, denk ik, leuker dat als iedereen ouder is dan, ik weet niet, dat zou... Ja. Dat zou wel een beetje raar zijn eigenlijk, hè? Ik weet niet waarom, maar wij zelf doen ook heel kinderachtig, dus het is ook best wel logisch. We zijn zelf gewoon nog 12 van binnen, dus... Pas wel mooi bij elkaar. Ik vind het leuker, denk ik. Ja, want het is leuker dan... Je doet zeg maar wat jongere kinderen doe je entertainen, toch? Ja, deze vraag is van Marvin. En hoe lang staan jullie gemiddeld onder de douche? Ik denk 10 minuten of zo. Ja, 20, 25 minuten. Oh, Bo is echt niet normaal. Ja, maar ik wilde haar wassen en crème spoelen. En zingen en even gek doen, even dansen, denk ik. Daisy. Oh nee, maar ik denk gewoon 10 minuutjes of zo. Deze vraag is van Tommy. Wat is jullie favoriete personage uit American Horror Story? En voor de mensen die niet weten wat American Horror Story is, het is een serie op Netflix en gewoon op tv. En Bo en ik kijken die heel vaak met Wart. Maar onze favoriete personage uit die serie... Hansgroeper. Nu is Roy ook Hansgroeper. Ik ben Hansgroeper. Ik ben een Duitser. Nou, dat dus. En naast Hansgroeper is mijn favoriete personage Misty Day. En ze hebben in elk seizoen een andere naam, zeg maar. Dus ja. Uit het derde seizoen, toch? En de mijne is Constance, oftewel... Nee, hoe heet ze nou? Nog meer. Sister Jude. Sister Jude, Constance... En weet ik niet. Nog een paar dames. Gewoon die oude dame. Ja. Deze vraag is van Enzo Knolpower. Wat kennen jullie elkaar? Nou, die vraag krijgen we ook best nog veel vaak. Ja, dus waarom gaan we nu eventjes niet beantwoorden? Bo en ik kennen elkaar van de basisschool van groep 1. Toen gingen we al met elkaar om. Nu nog steeds. Maar nu doen we het met tegenzin. Het is dat het moet. Ja, het is voor All These Games. Anders dan hadden we al lang niet meer met elkaar omgegaan. Maar het moet. En ja, we moeten er nu mee kappen met dat zeggen, want anders gaan mensen dat echt denken. Nee, dat is echt. We zijn hele goede vrienden, hoor. We hebben zelfs verkering. Wat? Een eentje. Een eentje. Een eentje. Een eentje. Yeah. Oké, de laatste vraag voor vandaag is van Maxi. Wat zijn jullie favoriete apps? Oeh. Mijn favoriete apps op dit moment, ik denk gewoon Twitter, WhatsApp, Instagram en wat nog meer. Ik gebruik niet zoveel apps eigenlijk. We hebben de Zoek de Vrienden app. Oh, die is ook leuk. Die is leuk. Ik kan, Bo, dat is zo'n app en dan kan je zien waar je vrienden zeg maar zijn. Dus ik kan op mijn mobiel zien waar Bo zeg maar is. Dus als ik thuis zit en Bo die gaat bijvoorbeeld naar de stad of zo, dan zie ik Bo lopen in de stad bijvoorbeeld. Of ik kan zien dat dan Bo in bed ligt of zo. Ja, dat ik nog thuis zit of zo en zulke dingen. Dus dat is wel leuk. Wat nog meer? Dat ook allemaal voor mij. En Two Dots, dat is een spelletje. Ja. Dat speel ik nu heel vaak. Ook hoorde ik er strontziek van. Alsnog speel ik het door. Dat is wel een aanrader. Two Dots. Two Dots. Twee puntjes. Ja. Nou jongens, dit was Ask All These Games voor vandaag weer. De wintereditie. Als je dit een leuke video vond, vergeet niet eventjes het duimpje omhoog te doen. En als je het ook leuk vond, doen we dat even nog steeds. Doe dan even je sneeuw omhoog. Nee, niet in mijn trui. Niet in mijn trui. Niet in mijn trui. Nee, niet in mijn trui. Nee, nee, nee. Ah! Wow. Ik ben echt een klote wijfje. Bo is zo'n klein kind soms, hè? Nou jongens, als je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog. Ah! Kom hier. Kom jij eens hier. Daarmee. Ik durf niet meer af te sluiten. Jongens, dit was de aflevering voor deze keer. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als je het niet leuk vond, dan doen we dat nog steeds. En Sam die gooit ook. Sam, we maken Bo helemaal af. Nee. Jongens, de ballen. Kom, Sam. Nee. Ah, nee. 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 Zo, jongens, we gaan naar huis, want dan hebben we het echt heel koud. Doei hè. Doei.